Hallo beste kijkers van Dutch Mild Gaming. Vandaag ga ik Steven een video maken over Halloween Ghost Fort. En het is gewoon eerst bedoeld om die in dit point te capture en zo lang mogelijk te houden. Hey, spy. En met Huntsman sniper baits. Ben je het sterkst tegen de boss die straks gaat komen. Ho, sentry. Te laat. Maar dat, dat zul je straks wel zien. De boss. Telkens als de control point wordt veroverd, dan krijgt iedereen een power-up. Ja, soms big heads is wel handig als je sniper bent. Ook tiny heads is vervelend als je sniper bent. Of ubercharge of crits of allemaal dat soort dingen. Even kijken. Ah. Oh, ik moet de rode doden. Oké. En nu heeft rood veroverd. En dan krijgen we een power-up. En dan krijgen we allemaal big heads. Kijk maar. En dat is heel erg handig. Want ik ben huntsman, sniper. Dus ik maak heel snel headshots. Oh, verkeerde. Yay, super jump. Yes, nu kan ik daar op komen. Oh, Erasmus. Als sniper huntsman ben je daar heel goed tegen. Want dan doe je 360. En als een 1080 is maximum, dat is natuurlijk wel veel. Wat levens pakken. Daar is hij. Ah, hier. Oh. Waarschijnlijk richtte hij op de bos. Alleen ik stond in de weg. Dat was een beetje jammer. En als je een bom verandert, dan moet je snel naar de bos toe. Want dan wordt hij gestunt. En dan kunnen we met z'n allen op hem schieten. Oh, 60 seconden nog. Ik weet niet of we dat gaan lukken. Maar... En nu gaat hij allemaal bommen. Afvuren. Hey, ga weg. Oké, hij snapt het spel. Sommige mensen snappen het spel niet. Maar ik ga me daar niet aan ergeren. Want dat verpest natuurlijk de hele boel. Alleen centrisch. Moet ze gewoon weghalen. Dus gewoon in deze game mode geen engineer mag zijn en ook geen spy. Dat slaat eigenlijk nergens op. Je hebt de grootste kans dat het lukt als iedereen sniper huntsman is en iedereen de hele tijd 1080 damage doet. Oh. Mis. Oh. Nee, niet weg. Niet weggaan. En toen verdween hij. Nu snel de capture. Staat de sentry er nog steeds. Nu gaat hij pas kapot. Had hij dat niet iets eerder kunnen doen? Maar in deze game mode moet je ook 7 minuten de control point vasthouden en niet 3 minuten. Dat is lekker lang. En rood gaat hem. Maar wachten nog op een goede power-up.
dat ik ze allemaal kan verslaan. Ah, het niet eens een headshot. Hij had zo'n groot, dik hoofd. Kon ik gewoon niet missen. Het ziet er eigenlijk wel grappig uit. Die medic. Enorme pyro fishing gong. Enorme pumpkin op zijn head. Yes. Scout. Oh, staat de sentry er alweer? Die domineert hij me. Het gaat eigenlijk niet zo goed. Ik ben niet zo heel goed in, zeg maar, ik ben heel slecht in Huntsman Sniper. Alleen het is de enige manier om die Erasmus te verslaan. Heavy is ook best wel handig. Alleen Huntsman Sniper is toch handiger. Zo, toch nog een assist. Oh. Weer die sentry daar en scout. Ik hoop dat die Erasmus snel komt, anders begint het filmpje een beetje saai te worden, denk ik, voor jullie. Dus we hopen dat die snel komt. We moeten snel de capture. Oké, nu ben ik het zat. Ga ik zijn sentry mollen. Als het lukt natuurlijk. Ik hoop het wel. Dumbman is ook wel handig. Met zijn log en load. Die doet ook best wel veel damage. Als de sentry er nog staat, heb ik geluk. Ah, staat er natuurlijk nu opeens niet meer. Oh! Haal van je sentry weg, dan kunnen we tegen een Erasmus vechten. Nee, oeh, gelukkig. Oh, je kan natuurlijk ook wel laten zien wat er gebeurt als ik in dat gat val. Maar nu nog niet. Nee, ja. Kijk, je snapt het spel echt niet? Vast niet als hij zo'n lelijke head op heeft. Hij ziet er wel cool uit. Moers. Ik ga die medic terugpakken. Waar is die medic? Ah, ik moet hem terugpakken. Hij schoot ook op mij. Hij snapt het spel niet. Kom hier. Zo. Ja, is haar geschuld. Had hij mij niet moeten aanraken. Au. Ah, had hij mij maar niet moeten doodmaken. Nou, hij heeft nog 3/4 levens. Ik weet dat dit nog niet gaat lukken. Jammer, volgende keer beter. Met niet zulke noepjes die alleen maar aan kills denken en niet graag die het willen. Als je hem doodt. Nou, die heavy snapt het wel. Auw. Hij heeft nog de helft van zijn levens. Dan gaat hij zich altijd verstoppen. Maar ik denk dat hij nu weer weggaat. En toen was hij weg. Nou ja, dat is het einde van de video. Niet gelukt, jammer genoeg. Nou ja, tot de volgende keer.